Het is 18 april 2024. Welkom bij de Raadscommissie voor Algemene Zaken. De volgende inspreker is inderdaad Frank van der Linden, maar u spreekt niet in namens uzelf. U spreekt in namens de heer Xisjep. Helaas is hij er namelijk door persoonlijke omstandigheden niet bij. Maar hij heeft de heer van der Linden gevraagd om zijn inspreektekst vandaag voor te lezen. Oké, ik spreek dus namens hem in. Beste raadsleden, in september 1999 nam ik aan de Spuistraat Harry's American Cocktail Bar over. Ik was 30 jaar en ik werkte jarenlang ruim 80 uur per week aan mijn droom. De gemeente verleende me de aangevraagde exploitatievergunning op 20 november 2001. En op 4 oktober 2001 werd de drankvergunning verleend. De exploitatievergunning was voor een termijn van 3 jaar en de drankvergunning voor onbepaalde tijd. Daarna werd de exploitatievergunning weer met 3 jaar verlengd. Op 20 november 2008 vroeg ik bij de gemeente weer een verlenging aan voor de exploitatievergunning en toen ging het mis. Ondanks mondelinge toezeggingen op 7 november 2008 dat ik de vergunning zou krijgen, plofte op 18 november 2009 twee besluiten op de mat. Mijn exploitatievergunning werd niet verlengd en mijn drankvergunning werd ingetrokken. Een foutje dacht ik nog en ik ging in bezwaar. Tot mijn verbazing werd mijn bezwaar afgewezen, dan maar beroep en daarna hoger beroep. Maar helaas oordeelde de Raad van State op 2 februari 2011 dat de besluiten van de gemeente rechtmatig waren. Op 17 februari 2011 moest ik de deuren van mijn bar sluiten. Tijdens de bezwaarfase, beroepsfase en hoge beroepsfase gebeurde echt iets opmerkelijks. Steeds weer kwam de gemeente met nieuwe stukken. Daarom vroeg ik op 20 november 2012 het totale dossier op en dat ontving ik op 9 januari 2013. Maar dat was verre van compleet. Keer op keer vroeg ik daarom weer om documenten en steeds weer kwamen er nieuwe documenten naar boven. 11 jaar later, op 26 mei 2020, kwam plots een anonieme tip naar boven. De gemeente blijft daar geheimzinnig over doen. Uiteraard bleef ik doordrammen hoe het zat. Op 12 april 2021 bleek het helemaal niet een anonieme tip te zijn, maar een geanonimiseerde tip. Hoe het precies zit, wil de gemeente nog steeds niet vertellen. Mijn contactpersoon bij de politie stelde dat er een onderzoek gedaan zou moeten worden door het FIC en heeft daartoe een mail verstuurd op 28 augustus 2021 naar het FIC met het verzoek tot onderzoek. Je hebt geen minuut. Ja, het FIC wil echter nog steeds geen onderzoek opstarten. Zo vecht ik al 15 jaar tegen de gemeente, de politie. Dit is geen fair play. Door een artikel in NRC over de man met de dwarslesie, die een dwarslesie opliep, weet ik dat mijn zaak niet uniek is. Een rechtszaak winnen door informatie achter te houden is gewoon vals spelen. Uiteraard ken ik ook de zaak van Frank van der Linden goed, die mij nu probeert te helpen. Ook in zijn zaak blijken steeds weer nieuwe documenten te zijn. Ja, ik kan er ook niks aan doen, jongens. Ik ben kapot, lieve raadsleden. Ik zit er geestelijk helemaal doorheen. Ik kan niet meer. Door de PTSS en de slapeloosheid zit ik als een zombie thuis en ik heb mijn gebit helemaal kapot geknarst. Ik heb een simpele wens. Geef me een eerlijke kans om aan te tonen dat ik onrechtmatig mijn vergunning kwijtraakte. Bedankt voor uw tijd en de aandacht en bedankt voor het feit dat Frank van der Linden mijn verhaal mocht doen. Chris Xisjep. Dank u wel, meneer Frank van der Linden. Zou u de dank willen overbrengen naar de heer Xisjep. Ja. Omdat u de tekst voorleest namens hem, is er geen ruimte om vragen te stellen, want u bent niet de heer Xisjep. Maar dat kunnen de raadsleden wellicht wel aan hem doen als zij een mailadres hebben.